Michael, hoe lekker is deze? Hij is heel lekker en heel belangrijk. En, nu weer door naar volgende week. Ja, het was een lastige pot vanavond. Hoe blik jij terug op die eerste helft die eigenlijk redelijk gelijk opging? Nou ja, ik vind dat zij sowieso zijn heel erg in vorm. Ze staan op plek 5. Je weet dat avondje NAC altijd een lastige wedstrijd is. Maar ik denk wel dat we redelijke controle hadden aan de bal. Maar het was wel veel blaffen, weinig bijten. En goed, als je dan de tweede helft ingaat. Zij spelen naar hun publiek toe, dus het wordt wat opportunistischer. Scoren op de juiste momenten. Ja, die 1-0 viel uit een counter, geloof ik. Heb je daarna echt in de gaten van, we hebben deze wedstrijd onder controle? Nee, daarna niet. Daarna werden zij heel opportunistisch. Kregen zij 2 kansen volgens mij die ik pakte. Ja, en wat hoge ballen die ze erin gingen pompen. Ja, dan weet je maar nooit hoe het gaat natuurlijk. En goed. We staan hier gelukkig met de 3-0. Ja, jij pakte 2 hele belangrijke ballen. Hoe lekker is het voor een keeper in zo'n wedstrijd van, ja, dat je die ballen dan pakt gelijk? Ja, zeker op 1-0 heel fijn. Omdat je weet dat... Ja, weet je, als zij scoren geef je weer wat benzine aan hun om in die wedstrijd te groeien. En dat haal je nu weg. En dat maakt het voor ons heel lekker. Ook gezien het doelsaldo wat natuurlijk telt op dit moment. Ik ben daar wel blij mee. Ja. Ja, en op het einde maken de invallers weer het verschil. Is het dan ook weer tekenend voor de breedte van de selectie? Ja, zeker. We hebben ook heel veel energie in deze wedstrijd gelegd. En ja, dan zie je dat wat frisse krachten, zeker in de diepte waar de ruimte lag, heel gevaarlijk konden worden. Dus ja, dat zegt heel veel over de breedte van ons team. En ook mooi dat iedereen daar weer betekenis in heeft kunnen spelen. Na de tijd groot feest, 700 fans weer meegekomen. Ja, geweldig toch? Ja, maar goed, dat blijft een repeterend verhaal. Daar zijn we heel blij mee en ik heb wel vaker gezegd, we horen ze ook echt, ook in dit stadion. Dus dat is geweldig. Alleen maar complimenten naar hun. En we hebben nog 1 pot te gaan en laten we er ook een heksenketel van maken. Ja, geniet er toch zo'n laatste week nog? Ja, zeker. We spelen voor iets heel moois en ook dat wordt een lastige wedstrijd. Jong Ajax is een goed voetballende ploeg. Dus daar moeten we vol geconcentreerd tegenaan gaan. En daar gaan we deze week ook weer keihard aan werken om... daar te vlammen met z'n allen. Top, succes. Dankjewel.